Ja, de afgelopen dagen hebben we het al vaker voorbij zien komen. Sociaal ondernemen. De conclusie was dat het in Overijssel niet zo goed van de grond komt. Maar we hebben ook wel een voorbeeld waar het juist heel goed werkt. Het voormalige Wezo-terrein in Zwolle. Je zou het een industrieterrein kunnen noemen met allemaal sociale ondernemingen. Bedrijven dus die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk helpen. Allemaal bedrijven bij elkaar. Mark Huitink, een van de initiatiefnemers. Ja, het was even zo van, in Overijssel kunnen we dat allemaal wel, maar bij jullie is het echt een daverend succes, hè? Ja, dat klopt. Ja, het klinkt raar om dat van jezelf te zeggen. Ja, mag in dit geval. En wij wisten het ook niet, hè. We zijn er een jaar geleden aan begonnen. Dus eigenlijk niet precies wetend hoe we het vorm zouden moeten geven. En dan zie je als je open en naar buiten gericht dingen vertelt en deelt, dat er mensen aanhaken. En dat even die om een beeld te krijgen, ja. De Herfte, wat is het? De Herfte is een bedrijventerrein, maar eigenlijk meer een landschappelijk terrein aan de rand van Zwolle. Heel groen, hè? Ja, heel groen. Het is ongeveer 14 hectare. Deels is bebouwd met gebouwen. Het is een oude kwekerij geweest van de groenvoorziening van de gemeente. Waar vroeger zeg maar, mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een plek kregen. En dat was het in veel van die gevallen ook. Wij hebben gezegd, het bedrijventerrein dat staat leeg. Dat verpaupert eigenlijk. En wij hebben eigenlijk het idee om daar weer een nieuwe invulling aan te geven, maar eigenlijk met dezelfde context. Gewoon mensen, wij geloven heel erg in kansen en in mensen. En dat iedereen mee kan doen. Maar het is niet de makkelijkste weg. Nee, dat is niet. Nee, ja en nee. Volgens mij de makkelijkste weg is. Ik denk dat bijna iedereen in Nederland zegt, iedereen moet meedoen. Ja, en iedereen verdient een kans. En iedereen verdient een kans. Dus wat dat betreft is de makkelijke weg. En het vormgeven, ja, dat kan alleen maar met gepassioneerde ondernemers die die bal oppakken. Nou, wij hebben als Stichting Meedoen in het Groen zeg maar, een soort van initiatief genomen om een plek te creëren. En wat je ziet is dat er eigenlijk allemaal sociale ondernemers uit de regio Zwolle, maar ook uit Zwolle zelf met name, die bal op hebben gepakt en gezegd hebben, nou, wij willen op dat terrein willen wij onze onderneming verder ontwikkelen en die mensen een kans geven. En hoeveel mensen werken daar dan nu? Ja, dat is variabel eigenlijk, want sommige mensen komen een dag, sommige mensen komen vijf dagen in de week. Dat is natuurlijk afhankelijk. En maar het is ook gemiddelde? Het is ook groeiende. Als je kijkt, Accent is een bedrijf dat zit in de groenvoorziening. Die heeft met name heel veel mensen buiten het terrein aan het werk. Maar zeg maar een regionale functie zit op ons terrein. Dan praat je over denk ik wel 100, 200 mensen die zij aan het werk hebben. Zeg maar met een soort van rugzakje. Er komt een biologische kwekerij terug. Nou, dan praat je toch over 50, 60 mensen die daar zeg maar weer een baan gaan krijgen. Ja, en in totaal denk ik praat je als alles gevuld is. Wat we hopen dat aan het eind van het jaar is. Nou, ja, dan praat je toch over... Nou, ik denk 100, 120 mensen. Ja, want jullie groeien en groeien maar. Hè? Ja. Dat zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ja, dat is heel leuk. En aanstaande zaterdag, jij memoreerde het al even. We hebben ook de een open dag. Want we willen die mensen die daar zijn, niemand wil die verstoppen. We willen juist onderdeel zeg maar, worden van de maatschappij en zijn. Dat zijn ze natuurlijk eigenlijk al. En we willen graag laten zien wat we allemaal doen. En wat voor mooie dingen we maken. En nou ja, Bindhout is een prachtig bedrijf wat er zit. Omega Zorg doet die kwekerij. Maar ik begrijp dat u als initiatiefnemer en al die bedrijven die er zitten, die heel graag willen laten zien van kijk eens naar ons, dit zijn wij, dit doen wij. Ja. Vinden de mensen die daar nu voor werken, vinden die dat ook wel makkelijk, zo'n dag, om te laten zien, nou ja, wij zijn die mensen die geholpen moeten worden? Ja, zo zien die mensen het gelukkig niet. Okay. En de mensen die zeg maar, die werkgelegenheid bieden ook niet. Nee. Dat gebeurt echt vanuit een passie dat iedereen mee moet doen. Dus dat stigma wat andere mensen er soms opplakken, dat hebben de meeste mensen zelf helemaal niet. En natuurlijk zitten er wel eens mensen die... Maar ze hebben misschien ook hun trots. Ja, natuurlijk hebben ze hun trots. Maar ik denk dat wat ze maken en wat ze doen, daar gaat het om. Ja, maar ik bedoel ook dat ze daar juist trots op zijn. Ja, dus, ja, dat zijn ze en dat willen ze heel graag zien en laten zien. Dus we hopen dat er heel veel mensen komen. Want als ik daar naartoe zou gaan, zaterdag, wat ga ik dan beleven? Nou, verschillende dingen. Er is muziek, er zijn foodtrucks. Dat is ook de gewone dingen die je zeg maar graag wilt zien als je naar een festival gaat. Maar je ziet ook de bedrijven met hun producten die ze afleveren. En dat betekent dat je ook dingen zelf kunt ervaren. Je kunt hout lezen, je kunt voor kinderen zijn een aantal dingen georganiseerd. Speurtochten door het terrein waar die mensen normaal gesproken werken. Er zijn workshops over autisme bijvoorbeeld. Er is een springkussen. Is het in de hoop toch nog meer te kunnen straks? Dat mensen daar lopen en denken, verrek, hier wil ik ook wel wat beginnen? Nou, eigenlijk is dat niet het doel. Zou kunnen. We zitten al redelijk vol, maar dan verzinnen we wel weer een nieuw initiatief waar we dingen samen op kunnen pakken. Maar wat wel heel mooi zou zijn als mensen zeggen, goh, wat maken deze mensen mooie dingen? En wat gebeuren hier mooie dingen? En wat doen die mensen dat goed? Dat is eigenlijk wat we willen zien. En dat mensen denken van, goh, ik koop een keer iets. En dat ze dan erbij stilstaan. Dat ze, als ze kunnen kiezen tussen een product... Mm-hmm.
wat gemaakt is door mensen die een kans krijgen, dat het misschien wel een veel waardevoller product is om in huis te hebben dan een product wat je koopt wat uit China komt. Dat is eigenlijk de boodschap die u mee wil geven. Ja, het gaat om hele mooie dingen die mensen maken en goede dingen die ze doen. Maar uiteindelijk ook nog vanuit een goed hart. En ik denk uiteindelijk dat iedereen daarbij gebaard is. Ja, Gerlof, meegeluisterd. Ja. Wat vind je hiervan als je dit hoort? Geweldig. Ik sprak voor de uitzending Mark ook al uitgebreid. Een hele betrokken persoon. Ik vind het geweldig wat er is gebeurd. Ja, echt geweldig. Ja. Zelf ook zoiets van als ik een product koop, dan zou ik het liever met deze achtergrond doen. Ja, zeker. Nu dit zo hoor wel. Ja, zeker. Ja. Eigenlijk nooit over nagedacht, maar als je zoiets hoort, ga je erover nadenken. Ik ben heel geïnspireerd daardoor. Ja. Ik vind het geweldig. Ja. Ja, en dat is ook precies, denk ik, wat heel veel mensen hebben. Mensen zijn niet eens bewust van dat die kans er is. En dat is een beetje wat we op deze manier ook met die open dag willen bereiken. Is dat mensen gewoon zien dat het kan en dat het helemaal niet zo heel ingewikkeld is. En dat het ook een voorbeeld is voor ook andere bedrijven. Het hoeven niet alleen sociale bedrijven. Heel veel familiebedrijven doen hetzelfde. Hè? Ja. Die passen ook heel goed op hun eigen medewerkers en de familieleden van medewerkers. Ja. Maar volgens mij is het een kwestie van doen. En dan is het ook heel normaal en is het ook helemaal niet zo heel ingewikkeld. Nou, we kunnen het allemaal zaterdag gaan zien. Ja. Van hoe laat tot hoe laat? We beginnen om 10:00 en het is tot 5:00. Mensen kunnen gewoon vrij inlopen. Ze kunnen een half uur blijven, een uur blijven. En als ze willen kunnen ze volgens mij ook wel een paar uur echt een hele dag verblijven. Er is genoeg te doen. Voor kinderen, voor ouderen, genoeg te zien. Dus ik zou gewoon zeggen komen. Nou, heel veel succes. Oude Wezo-terrein dus in Zwolle. Ja, Herfterlaan 2. Goed, en heel veel plezier. Dankjewel.